Ja. Die kan dadelijk alle kanten op. En ik las dan in de krant dat Pieter Visser... Nou ja, Piet mag het niet zeggen, maar hij zegt het zelf even. Ja, hij mag het niet zeggen. Ik heb er wel één, of eigenlijk wel, nee, eigenlijk drie. Maar ja, die ga ik echt niet noemen. Want als ik dat nu noem, dan komt op internet... dan gaat gelijk in Engeland heel pagines en dan gaat mijn baas mij bellen. En ik heb al een paar keer de gele kaart gekregen... dat ik te openhartig was in interviews. En een scout moet rustig blijven, kalm blijven. Die Casper Dolberg, dat is goed, hè? Ik zeg niks. Ik zeg niks. Toch wel, hoor. Ik zie veel aan uw ogen. Ja, je verraadt natuurlijk dat mijn oogjes tintelen. Ja, ja, ik vind een hele goede spits. En bedankt, ja, Piet Visser. Nee, maar Piet is een prima gozer natuurlijk. En natuurlijk heeft Piet best behoorlijke leuke en hartstikke geinige talenten aangebracht bij die clubs. Ja. Maar hij heeft ook 1400 kutspelers aangebracht. Ja, ging er ook bij dan, ja. Die nu bij Papendrecht en Quick Boys spelen. Ja. Waar nog nooit iemand meer van gehoord heeft. Of niet, Jan?